De derde editie van het Tackle Innovatie Café kreeg een feestelijk tintje. Want, hiep hiep hoera, de Tackle viert zijn tweede verjaardag. Qua gedrag is er nog altijd een puppy, een jonge hond die enthousiast is en die leergierig is. En de kansen die hij ziet wil verzilveren. Tegelijkertijd, 2 jaar verder kunnen we wel spreken dat de Tackle wel echt tot wasdom is gekomen. Ons project loopt zeer voorspoedig. We hebben al heel erg veel startende innovatieve bedrijven kunnen faciliteren. We hebben het netwerk opgezet en precies dat was ook de doelstelling. En daarmee dragen wij bij aan kansrijke ontwikkelingen voor de regio. Wat ook bijdraagt aan die kansen is de nieuwe railterminal op het Gemmelotterrein. De cafébezoekers werden daar rondgeleid door de directeur Paul Cornelissen. Dit is een echte intermodale terminal die past in het Europese netwerk. Betekent dat treinen vertrekken en toekomen naar diverse Europese bestemmingen. De treinen die hier kunnen behandeld worden kunnen een lengte hebben tot 700 meter. Daarmee richten wij ons al op de toekomst. Op dit ogenblik hebben de treinen een lengte van om en bij de 500, 520 meter. Maar wij verwachten naar de toekomst toe langere treinen, waardoor je een optimalisatie krijgt in lengte en gewicht van de treinen. Logistiek is natuurlijk een belangrijke functie, überhaupt in de westelijke mijnstreek. Zeker ook vanuit de producten die op Gemmelot geproduceerd worden, is dat relevant. En Gemmelot is ook weer de locatie waar veel innovatieve bedrijven zich komen vestigen. Ik denk dat het een soort van joker is wanneer je kan spreken van een terminal die in de onmiddellijke omgeving ligt. Ga je verder, dan moet je toch al over de grens heen rijden naar België, naar Genk, naar Duitsland, naar Keulen. Dus de afstand waardoor dus ook het voortransport in kosten vermindert, is natuurlijk van uitermate belang. Wij willen meer en meer een one-stop-shop betekenen voor de verlader, waardoor wij een totaal pakket aanleveren van deur tot deur. Het Tackle-initiatief van de Rabobanken in Eindhoven, Veldhoven, Helmond en de Westelijke Mijnstreek krijgt nu ook landelijke erkenning. Als wij hier lokaal ook grote vraagstukken willen faciliteren, hebben we daarbij ook de ondersteuning vanuit Rabo Nederland en Rabo International nodig. En vandaar dat wij dit initiatief niet konden begrenzen tot dit werkgebied en ook hebben opgeschaald richting Rabo Nederland. Ja, en dan moet ik zeggen dat gaat heel goed. Daar is het initiatief ook omarmd en dat heeft inmiddels geleid tot de oprichting van de innovatiedesk binnen Rabo Nederland in Utrecht.